Hoi, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Karin Joon. Ik heb de afgelopen weken een giveaway gehouden op mijn blog. En dit canvas is gewonnen door Daphne Koers. Maar er waren zulke mooie reacties op het bericht met prachtige dromen van sommigen van jullie. En daar wilde ik niet zomaar aan voorbij gaan. En daarom laat ik je in dit filmpje zien hoe ik een schabloon heb gemaakt van dat canvas. Waarmee ik eigenlijk in een heel snel tempo een mini canvas met dezelfde tekst in ongeveer dezelfde stijl kan maken. Het schabloon stel ik ter download beschikbaar op mijn blog voor de Silhouette Snijplotter. Ik heb het gesneden uit over het project door plastic en ik heb de achterkant ervan bespoten met lijmspray. Dit is degene die ik gebruikt heb, is een herpositioneerbare lijmspray, maar als je een gewone lijmspray van de Action gebruikt, werkt die net zo goed. De lijmspray die zorgt ervoor dat het schabloon goed op zijn plek blijft tijdens het verwerken en ik kan het straks ook makkelijk weer verwijderen zonder dat het sporen achterlaat. Ik druk het schabloon nog eens aan met een rollertje. Dit is een drukinktroller, een brayer wordt het ook wel eens genoemd, maar je kunt ook even een blaadje papier op je canvas leggen en het goed aanwrijven met je hand. Ik gebruik kant-en-klare modeling paste, oftewel 3D pasta deze keer. In mijn vorige video over het canvas heb ik je laten zien hoe je het zelf maakt met babypoeder en verf. Ik breng de modelleerpasta hier aan met een spateltje. Je kunt het ook doen met een stuk papier, een stevig stukje karton van een cornflakes doos of zo, of een plamuurmesje. I played pretend between the trees and fed my house guests sparkling leaves. Ik kies hier voor een vrij gladde afwerking en daarom haal ik nog wat van de modelleerpasta met een ander spateltje eraf om het nog wat gladder te krijgen. Ik probeer ervoor te zorgen dat er geen modelleerpasta buiten mijn schabloon op het canvas komt. Nog beter zou het zijn geweest als ik het even afgeplakt had aan weerszijden met wat afplaktape. Vervolgens haal ik voorzichtig mijn schabloon eraf en hou ik bijna in één keer het hele canvas over wat ik de vorige keer in heel veel onderdeeltjes gemaakt heb. Het schabloon is dus gratis te downloaden op mijn website, maar mocht je geen Silhouette Cameo snijplotter hebben, dan kan ik het voor een kleine bijdrage ook in plastic leveren aan je. Meer details op mijn blog. Mijn schabloon maak ik meteen schoon. Want de modelleerpasta droogt vrij vlot en dan verpest het echt je schabloon. En ik wil hem vaker gebruiken, want ik wil graag een aantal van de dames die hun prachtige dromen hebben opgeschreven toch verrassen met dit canvas. En op mijn blog kun je lezen voor wie ze zijn. En op mijn blog kun je dan ook lezen waar de dromen over gaan van de dames die dit canvas verdiend hebben. Ik wil jou bedanken dat je geweest bent. Wil je nog iets voor mij doen? Zou je willen liken op YouTube? Of nog leuker, je abonneren op mijn YouTube kanaal? Hartelijk bedankt voor het komen en tot de volgende keer. Mijn naam is Karin Joon.